Goedemorgen lieve mensen en welkom bij Vlogmas dag 9. Het is vandaag is het vrijdag en ik ben de hele ochtend al bezig met dingetjes voorbereiden. Ik heb de vlog van gisteren geëdit en die is nu aan het exporteren. En ik ben weer prijskaartjes aan het maken voor de marktkraam die wij vanaf morgen huren. Dus ja, daar ben ik druk mee bezig. Ja, dat ben ik aan het doen. Ik moet ook nog wat uitlegkaartjes gaan maken van ja, wat een levensboom nou echt inhoudt. En alle edelstenen, wat de werking daarvan is en wat een orgonite is en wat, ja, wat dat doet. Dus dat moeten we nog doen. We moeten nog een soort van maillijst maken voor de boekenbox. Dan komen er straks nog allemaal dozen binnen voor de boekenbox en van het piepschuimspul. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe de levering daarvan gaat en hoe groot het allemaal is. Want zoals jullie weten is het hier niet zo groot, dus we hopen het ergens kwijt te kunnen. En anders, ja, nou ja, helaas, dan leggen we het maar in de douche of zo. Ik heb anders ook geen idee. Dan hoop ik verder ook nog vandaag wat meer levensbomen te kunnen maken. In ieder geval de droomvervanger variant. Want van deze heb ik nu al genoeg. Dit zijn ja, de kleinere hangers. Zeg maar. Moet ik hem wel filmen. Dit zijn de kleinere hangers. Die zou je dus eventueel in je auto kunnen hangen. Wij hebben hem ook in de auto hangen. En deze met bedeltjes eraan. Daar heb ik er nu op zich wel een aantal van. Ik had er veel meer, maar ja, die zijn al allemaal verkocht. Dus misschien dat ik van de week nog eventjes meer ga maken om wat meer variatie te hebben. Dan heb ik hier nog de gewone normale grootte. Deze onder andere. En ik heb hem ook nog in amethyst. Deze. En zelfde amethyst, alleen dan met een maansteen erin. Tenminste, het is geen maansteen, maar je kan hem als maansteen zien, zeg maar. En dan met rode jaspis. En het enigste wat ik niet echt op voorraad heb, dat zijn die droomvervangers die ik van de week heb gemaakt voor een bestelling. Ik had er een paar op voorraad, tenminste. Ik had er eentje gemaakt, alleen die is dan voor mezelf. Die zou ik wel eventueel kunnen verkopen. En deze twee waren de bestellingen van de week. En ik besef me net dat ik ze nog niet eens aan jullie laten zien heb, terwijl ik dat wel beloofd heb. Dus even kijken, laat me even een plekje zoeken waar ik dat kan doen. Dan ga ik even naar de slaapkamer, want dan heb je gewoon een witte achtergrond. Dan is dit er eentje. Zo. Zo ziet die eruit. Dit is dan de levensboom en er zitten allemaal leuke slingertjes aan. En hier een hertengewei. Ik moet de afwerking nog doen hoor. Ik moet hier nog wat draadjes afknippen, maar die laat ik er altijd zo lang mogelijk aan zitten. Dat is dan één. En die andere, dat is deze. En het is eigenlijk dezelfde als die ik heb voor mezelf. En die zal ik ook eventjes ophangen, zodat ik die kan laten zien aan jullie. Zo. Dat is een witte en dit zijn... ik weet even niet meer uit mijn hoofd hoe die steen heet. Dit is een gele calciet. En... Nee. Dit is een... sorry jongens, dit is een, het staat op het doosje, een citrien is dat volgens mij, als ik het goed weet. Ja, een citrien. En die andere, volgens mij was het tourmalijn kwarts, maar dat weet ik niet helemaal uit mijn hoofd. Maar dat is deze dus, een wit, zwart met witte en ook weer zo'nzelfde gewei. En deze heb dan sterretjes en deze heb allemaal kleine boeddhaatjes. Ja. Dus dat... ja. Ik vind het super leuk om ze te maken. En ik ga er vandaag hopelijk nog meer maken. Want die twee zijn dus bestellingen. En
die daar hangt is voor mezelf. Dus ik heb er eigenlijk geen één voor in de marktkraam. En dat wil ik wel hebben, want ik vind het eigenlijk de mooiste producten die ik heb. Dus ja, die wil ik er zeker wel hebben hangen. Dus ik hoop er vandaag nog ja, minimaal één, maar ik hoop er twee af te kunnen krijgen. Dus ja, ik ga maar snel weer even verder. Ik ga eerst die prijskaartjes maken, want dat is echt wat er morgen echt sowieso af moet. Want anders kunnen we het natuurlijk niet verkopen. Dus dat ga ik eerst doen en dan zie ik wel hoe ik verder kom. Het is inmiddels ook al 1 uur, dus ik moet straks ook gaan lunchen. Maar ik wil echt eerst even die prijskaartjes af hebben. Ja, ik ga snel verder, want veel te doen. Aan het inladen van de vlog van gisteren, maar ik zag dat ik maar 3 clipjes had, dus dat is echt weinig voor een volledige vlog. Hij zou ongeveer 2 minuten duren anders of zo, misschien iets meer, maar ja. Dus ik heb even besloten dat ik deze vlog, ik ben nu eventjes uit de toekomst, deze vlog die jullie net hebben gezien, die paar minuutjes, die ga ik bij morgen voegen. Ja, ik hoop dat jullie dat een beetje snappen. In ieder geval bij de 10e vlog. Dus vlog 9 en 10, of dag 9 en 10, die zitten eventjes bij elkaar, ja, bij elkaar in 1 dag. Want het was echt gewoon veel te weinig en dat ja, was ook een beetje saai. Ik heb die dag eigenlijk alleen maar levensbomen gemaakt en niet heel veel anders gedaan. Dus ik kon ook niet echt heel veel laten zien ofzo. Dus vandaar dat die zo kort is geworden. Maar vandaag heb ik weer iets meer te laten zien. Dus dan voeg ik ze gewoon lekker bij elkaar. Goedemorgen allemaal en welkom bij Vlogmas dag 10. Het is vandaag zaterdag en wij hebben zojuist alle spulletjes gebracht naar de Jan Martskraam filiaal. We hebben daar onze tent opgebouwd en ik zal nu eventjes beelden invoegen van hoe het is geworden. Thank you.
zijn in ieder geval heel erg blij met het eindresultaat. Het ligt enigszins vol. Alleen de onderste plank is nog helemaal leeg. Daar wilden we eigenlijk wat dingetjes, eigenlijk wat rommeltjes neer gaan leggen. Maar daar hadden we nog geen tijd voor gehad om dat uit te zoeken. Dus dat gaan we van de week even doen en dan maken we hem eventjes helemaal vol. Ondertussen probeer ik nog zoveel mogelijk dingetjes bij te maken, want het lag wel vol. Maar als er dus één iets weg is, dan is het al meteen weer een stuk leger. Dus ik wil het wel een beetje up-to-date houden. Wat moest ik verder nog zeggen? Oh ja, gisteren. Gisteren is ons verpakkingsmateriaal binnengekomen voor Happy Reads, onze boekenbox. En hier staat een heel pakket met allemaal dozen. En we hadden ook nog van dat piepschuimspul besteld. En dat hebben we ook gekregen. En het was iets groter uitgevallen dan dat we hadden verwacht. Ik pak even mijn telefoon erbij. Want die zak die ligt nu bij de buren op zolder. En even kijken, ik had er een foto van gemaakt. Oh. Yes. Hier zo. Zo groot is die. Ach ja, voorlopig genoeg zeggen we dan maar, hè. Wat verder op de planning staat voor vandaag is wat dingetjes doen voor Happy Reads. En ik ga dan weer wat levensbomen maken, denk ik. En verder, ook nog wel wat leuks, is deze box vandaag binnengekomen. Dit is de Celebrate Books box. En dit is de Engelse versie, die is wat verlaterd. Dus vandaar dat hij nu in december komt. Hij zou eigenlijk in november moeten komen. Ik ga eventjes mijn stiefvot neerzetten. Zo. En dan ga ik hem even samen met jullie unboxen. Even alles losmaken. Het is niet het beste schaartje voor trouwens. Ik ga even een mesje pakken. Zo. En volgens mij, als ik het thema nog goed weet, is het Read Like a Royal. Ik weet het niet helemaal precies meer. Volgens mij was dat het. Zo. Ja, Read Like a Royal. Dit is het kaartje. Verder ga ik nog niet lezen, want anders dan weet ik het al. Oké. Als eerste zie ik dit. En dit is een tissue box. Oh, hij weerspiegelt een beetje. Tissue box for proud book lovers. An essential extra while reading a real tearjerker. Leuk. Het is van Blossom Books, is deze. Er staan nog wel wat dingetjes op de zijkanten. Heel leuk gedaan. Dan zie ik hier dit leuke envelopje. Kijken wat erin zit. Oh, top. Oh, er zit er meer in. Was het alles? Ja, dat was alles. Die zit als eerst in een button. Deze. Scherp stellen. Zo dan. Ja. Staat in ieder geval op A Court of Thorns and Roses. Leuk. Dan een bookmark. Ook weer een hele leuke. Yay. Van Alice in Wonderland, denk ik. Die bunny met thee. Ja. Leuk. En nog een boekenlegger. En dit is van het boek Heartless. Die zie je nu echt overal verschijnen. Super leuk. Dit is zo'n magneet. Yes. Die kan je dan om je pagina heen slaan. En dan plakt die vast. En dan hebben we nog een button volgens mij. En een heel leuk tasje met zakje. Niet een tasje. Met allerlei. Wat zit er aan? Oh, een meisje. Oh, Alice in Wonderland. Alice.
Ja, leuk. Oké. Zal ik je even open krijgen, want het is nogal lastig. Oh, ik zie al wat het boek is. Oh, het is een spiegeltje. Nou, snap ik hem. Ik denk, waarom zit er nou niet zo'n clipje achter? Maar het is een spiegeltje. En wat staat erop? Oh, er staat op Read Like a Royal. Dus die is op het thema gebaseerd. Superleuk. Spiegeltje. Zo, kunnen jullie jezelf zien. En dan denk ik dat we uiteindelijk... Oh, nee. Het boek ga ik nog even overslaan. Dan hebben we hier een bericht van de schrijver, denk ik. Ik ga hem niet helemaal doorlezen, want dat duurt eeuwen. Maar ja, ja, dit is een brief van de schrijfster. Super top. Dan zie ik nog... Ah, leuk. Een klein boekje, of nou ja, klein... Het is best wel een groot boekje, kijk maar. Met daarop Once Upon a Time. Dat, dat, dat. En ik denk... Ja, dit is gewoon een lijnenboekje. Dan hebben wij hier de beroemde handtekeningkaart. Met de quote dit keer. Every black heart once beat red. Leuk. En dan met haar handtekeningen erop. En nou weten jullie ook meteen wat het boek is. Want het boek is Heartless van Marissa Meyer. En zij is van de New York bestseller auteur van de... hoe heet die? De Lunar Chronicles. Dat zijn ook al die sprookjesverhalen. Of in ieder geval gebaseerd op bestaande sprookjes. En dit is er dan ook weer een van. Dit is haar nieuwste boek. Dus ja, ik ben hier echt serieus heel erg blij mee. En ik ben heel erg benieuwd naar dit boek. En ik ben heel erg blij met alle goodies. Want ze zijn echt all out gegaan, vind ik. Er zit echt heel veel in. Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5. En de kaart. Ja, leuk. Ik ben helemaal tevreden. Ja, dat was de box dan. Ik ga nu eventjes eten, want dat had ik nog niet gedaan vandaag. En dan ga ik de vlog editen van gisteren, want dat moet ook nog gebeuren. Wij gaan eventjes lekker ontspannen en even samen Mario spelen. Gaan we Mario Kart of Super Mario Bros? Oh, je hebt hem al. Oké. Okay. We gaan dus Super Mario Bros verder spelen. We hebben al... We hebben hem eigenlijk al een soort van uitgespeeld. Ja, alleen moeten we alles nog even 100% halen. Tenminste, dat vinden we altijd leuk om te doen. Dus dat moeten we nog eventjes gaan doen. Dus ja, nog eventjes. Hoe laat is het nu? Het is, ja, ik denk dat we nog een half uurtje of zo spelen. En dan is het alweer tijd om eten te maken. Dus ja, gewoon even lekker, even verstand op nul. Nou ja, je moet je verstand er wel bij hebben. Anders gaat het ook niet goed, maar... En wij gaan Mario spelen. He hasn't been himself. He's acting very weird, strange. Have you noticed? There's not one toilet bowl in this entire house with water in it. Besides, what were you doing in my room? What makes you think I was in your room? You hold it. This is so surreal. How am I going to tell him? I'll just have to lay the whole thing out in black and white. Be jij dat? Be jij dat? Oh, boss, thank God you're here. Have a monkey face, Mouse Street. You look frightened. Whatever's the matter? Oh, for one thing, from tremendous guilt. Where do you think that comes from? I never cleaned under anything. I always lie and say that it's decaf because I don't feel like making a second pot. Wij hebben lekker de hele avond de nanny gekeken en hier en daar nog wat geregeld voor het een en ander.
We zijn inmiddels bij seizoen 5, aflevering 2. Dus het zit er bijna op, gelukkig. En we hebben nog... 2 dagen? Twee dagen of zo. En dan gaat het er allemaal af. Dus ik hoop dat we dat nog voor elkaar krijgen. Het is inmiddels 10:30 en ik ben aardig moe van de afgelopen dagen. Dus ik ga straks lekker mijn bedje in. Dus voor jullie ook alvast welterusten. En ik zie jullie dan morgen weer. Doei doei!